RTL Boulevard besloot om in het weekend na de aanslag op Peter R. de Vries even niet uit te zenden. Niet alleen vanwege een mogelijke aanslag op de studio van het programma, maar ook omdat het hele team er behoorlijk doorheen zat. Plotseling moesten zij immers afscheid nemen van een geliefde collega. Thijs Reumer vond het na dat bewuste weekend nodig om er een grap over te maken. Ik snap dat idee van een aanslag op de journalistiek. Maar vond die paar dagen zonder RTL Boulevard best verfrissend, twitterde hij. De acteur besloot om de tweet te verwijderen, maar het kwaad was al geschiet. Met die tweet maakte Thijs behoorlijk wat kritiek los. Zo noemde Yvonne Koldewijer hem bijvoorbeeld een BCB-TCH, maar ook RTL's grote TV-baas Peter van der Vorst was nog een roest. Althans, dat onthult Thijs nu in een interview met de nieuwe revue. Peter heeft volgens Thijs een appje aan hem gestuurd. Dat hij echt in shock was over wat ik op Twitter had gezegd en dat het schandalig was. En dat niet alleen RTL Boulevard, maar heel RTL dat niet kon waarderen. Kost hem dat nu werk? Dat weet je nooit. Je bent er niet bij als mensen zeggen: doe Thijs Reumer maar niet, dat vind ik zo'n paardenal-loco. Maar als ik elke keer dat ik een soort blauwe plek had overgehouden aan de berichtgeving van RTL Boulevard, de directie van RTL had moeten bellen dat ik het schandalig vind dat er op deze manier over mij wordt gepraat, dan had ik daar een halve dag taak aan gehad, snap je? Het klinkt alsof Thijs helemaal geen spijt heeft van zijn uitspraken, en dat klopt ook. Half Nederland viel over me heen. Het ligt zo gevoelig, dat onderwerp. Maar ik ga eerlijk zijn. Ik heb er geen spijt van. Mijn berichtje ging niet of het erg was of niet dat Peter R. de Vries was vermoord, maar dat we niet de waarde van een roddelprogramma als RTL Boulevard moeten overschatten in onze samenleving. Het leek alsof er een instituut was gesloopt, aldus Thijs. Nou, dat kunnen we met een korreltje zout nemen. Ziet Thijs zelf niet dat dit een misplaatste grap was? Je zou met terugwerkende kracht misschien kunnen zeggen dat het een misplaatst grapje was, omdat de redacteuren van RTL Boulevard bang waren, ze stonden onder druk. Maar als je kijkt naar misplaatste grapjes, daar maken ze er bij RTL Boulevard ook elke dag wel een paar van. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Ik vond het dus erg kleinzerig dat ik vanuit alle hoeken boze berichtjes kreeg. Dat ging van RTL Boulevard en andere mensen van RTL tot dus aan de directeur Peter van der Forst die me atte.